Goeiedag, we hebben een prachtige voorjaarsdag achter de rug met soms diepblauwe luchten, afgewisseld door wat stapelwolkjes en het bleef overal droog. De lente is afgelopen week binnengevallen in ons land en dat levert op dit moment al heel veel mooie bloemen op in de weilanden, in de velden, maar ook wel hooikoortsklachten bij mensen die daar gevoelig voor zijn. De komende tijd zal dat wel aanhouden. Vanuit de ruimte zien we Nederland grotendeels in de zon. Alleen boven het binnenland ontstaan wat stapelwolkjes. Maar daar valt verder geen neerslag uit. En in de loop van de middag lossen die wolkjes geleidelijk weer op. Dat levert een heldere avond en nacht op. Met op veel plaatsen temperaturen rond het vriespunt. Lokaal kan het in het binnenland zelfs een graadje gaan vriezen. En daarbij ontstaat op veel plaatsen mist. En die mist vormt nog een aandachtspunt voor vannacht en morgenochtend. Op deze animatie zien we de mistkansen. Komende nacht op veel plaatsen mist. Morgen overdag breidt zich dat naar het westen uit. Om vervolgens in de nacht naar zondag weer over het hele land uit te breiden. En lokaal kan dat dichte mist worden met een zicht van minder dan 200 meter. Iets om rekening mee te houden, dus ook voor zondagochtend nog. Morgen overdag begint dus op veel plaatsen met mist. Lokaal gaat dat over een laag hangende bewolking, maar dat moet uiteindelijk toch wel regionaal gaan oplossen. En daarna breekt de zon door temperaturen van 9 tot 11 graden, en daarbij staat nauwelijks wind. De dagen daarna blijft het mooi voorjaarsweer, vrij veel ruimte voor de zon, de neerslagkansen zijn minimaal. Overdag temperaturen tussen de 10 en 12 graden. In de nachten eerst rond het vriespunt, later in de week enkele graden daarboven. En de wind is de hele periode hooguit zwak. Ik wens u nog een mooie avond.